coach. Goedenavond. Goedenavond. Goedenamiddag. Hoe was het met de groep of met de spelers na de wedstrijd gisteren en vanmorgen? Mentaal gezien dan vooral. Je hebt altijd een moment van ontgoocheling als je verwacht dat je meer kon doen. Dat lijkt me logisch, hè? Maar voetballers zijn ook veel gewoon, hè? Dus die gaan daar op hun manier mee om. En dat vraagt dan even tijd, maar dan moeten ze de knop omdraaien. En dat doen ze dan ook. En dan is ook aan onze taak om daarvoor te zorgen dat dat gebeurt. Wedstrijden volgen elkaar heel snel op. Dus oké, nu zijn ze allemaal naar huis en vanaf morgen wordt daar niet meer over gesproken. Dan gaan wij ons focussen op de volgende opdracht. Over die volgende opdracht gesproken, ben je blij dat er zo snel weer een nieuwe wedstrijd aankomt? Of had je nu toch liever wat tijd, meer tijd gehad? Ik had liever een maand of twee gehad om het een en het ander te kunnen op punt zetten. Maar ja, dat is niet zo, hè. Dus geen probleem. Het programma is zo, dus... Je hebt gisteren Sven Kums en Kalen Gadeu gewisseld uit voorzorg, zei je. Hoe is het met hen? Ja, het was, ze waren beide zelf vragende partijen. Bij Gadeu had een stamp gekregen op zijn onderbeen. Dus vandaag niet kunnen trainen. Moeten we afwachten om morgen hoe dat zit. Bij Sven was het vooral vermoeidheid, omdat hij twee zware dagen achter de rug had. Dus niet al te veel geslapen. En, het was een beetje, het vat was leeg, zou ik zeggen. Dus ik hoop dat hij nu wat kan herstellen in die komende twee dagen. En dan mag dat normaal gezien voor zondag geen probleem zijn. Twee spelers die we de huidige omstandigheden misschien wel zouden kunnen gebruiken zijn Vadi Zoujidja en Georgi Chakvitadze. Hoe gaat het met hen? Ik heb daar niet over gesproken gisteren. Hè. Ik ben een beetje verrast dat dat overal vermeld staat. Ik heb gezegd dat ik wat inventiviteit miste. En dan maken de journalisten blijkbaar zelf de link dat ik over Chakvitadze en Zoujidja spreek. Maar ik heb daar niet over gesproken. Ik heb geen namen genoemd. Ik wil inventiviteit zien bij de jongens die aanwezig zijn. Hè. En ik kijk niet naar de mannen die er niet zijn. Dat heeft geen zin om te spreken over jongens die er niet zijn. Het zijn degenen die op het veld staan, die moeten zorgen voor de uitvoering. Ik moet zeggen, in de eerste helft, ik heb dat gisteren ten ander ook gezegd, dat ik vond dat er heel veel goede dingen zaten in de eerste helft. Veel meer lef, veel meer durf ook. Het was nog niet altijd perfect qua uitvoering. Maar het is de eerste stap. Hè. Je moet eerst durven. En dan zal het wel beginnen lopen uiteindelijk. Oké, als we heel streng zijn, dan kunnen we terug puur kijken naar de resultaten en zeggen van, de uitvoering was niet perfect in vele gevallen. En dat is ook zo, dat weten we ook. Maar het is maar met herhaling dat het zal beteren, hè, en met het durven dat het zal beteren. En ik ben al blij dat er spelers zijn die daar stappen in zetten. Iets wat ze in het verleden misschien niet deden, durven ze nu toch al... bepaalde beslissingen te nemen, bepaalde acties te nemen. En alleen op die manier gaan we progressie maken. Als je alle wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben onder jouw leiding in oogenschouw neemt, is er dan een stijgende lijn nog steeds merkbaar voor u? Ja, toch wel. Hè. Ondanks het feit dat we gisteren twee domme, eigenlijk drie moet ik zeggen, want zelfs die eerste vrije trap vind ik dat we daar een veel te makkelijke overtreding maken. En dan in de tweede helft mogen we eigenlijk niks weggeven. Dan verdedigen we niet goed. En oké, die penaltyfout is een individuele fout die eigenlijk niet mag gebeuren. Maar voor de rest, Genk zat iets beter in de wedstrijd in de tweede helft. Maar in de eerste helft zijn ze aan ons doel niet geweest, denk ik, na de uitsluiting. En dat is ook niet zo evident uiteindelijk. Hè? Want mensen denken, oké, 11 tegen 10, dat betekent dat die 10 niet meer in het stuk gaan voorkomen. Als je de match in Kortrijk herinnert, ja, dan kan je ook met 10 eigenlijk zelfs de meeste kansen creëren. Genk had de beste gisteren, dat is duidelijk. Niet de meeste, maar de beste. Maar dat is een verbetering, moet ik zeggen. We hebben wel gezien dat we na de vervanging van Gadeu plotseling even deze organisatie hadden, want hij was er nog maar af. Eigenlijk, die kans komt op het moment dat hij eraf was. Oké, dan kan je dat misschien wel ergens begrijpen, dat spelers dan plotseling wat tijd nodig hebben om terug in die organisatie te zitten. Maar daar hebben we zeker progressie gemaakt. En in ons balbezit, in ons druk zetten, hebben we zeker ook progressie gemaakt. Dat is een feit. Maar zolang dat de resultaten niet absoluut volgen, dan is dat
ja, dan telt dat niet voor de meeste mensen. Ik zeg dat dat de eerste stappen zijn naar meer. Hè. Dat is de eerste fase naar hopelijk meer. En je kan niet onmiddellijk van begin naar, van letter A naar letter Z gaan. Hè. Je moet heel veel stappen zetten vooraleer dat je uiteindelijk doel bereikt.